Goedemorgen. Het is vandaag 21 november uit mijn hoofd. En ik ga zo meteen naar stal. Ik ben een broodje aan het maken. Dat ga ik zo meteen meenemen. En ik ga samen met Saar naar stal. Hoe else? En ik vind het best wel spannend. Ik heb een hele spannende dag vandaag namelijk. Want we gaan een nieuw zadel aanmeten voor Flo. En zoals jullie misschien weten heb ik Flo ingereden zonder zadel. Ik heb er dus zadelmak gemaakt zonder zadel. Dus ze is ruitermak, maar ze is dus niet zadelmak. Ze heeft dus wel longeersingeltjes omgehad en een barebackpad. Dus ik denk dat het niet zo heel veel verschilt van een gewoon zadel. Maar een gewoon zadel heeft natuurlijk best wel een hele andere drukverdeling. Dus ik vind het wel een beetje spannend om vandaag dan zo daar koud op te stappen. Nu ben ik vandaag met Dana Scheepbrouwer uit mijn hoofd. En zij heeft zelf ook wel ervaring met jonge paarden. Dus ik ga ervan uit dat zij mij daarin een beetje gaat helpen. En ik heb Saar meegevraagd, zodat Saar me eventueel eventjes kan ondersteunen. Helpen waar nodig. Dus ik ben echt serieus heel benieuwd hoe dat zal zijn. En dat gaan we vandaag ook voor jullie filmen. Ik vind het echt heel spannend. Ik denk dat je het ook wel aan me merkt. Ik heb echt wel, niet slecht van geslapen. Ik heb prima geslapen. Maar ik merk gewoon in mijn lijf dat ik dan het spannend vind om, om deze stap te zetten. Want dan is er dus echt wel een soort van zadelmak. En dan kan ik echt gaan rijden. Terwijl ik nu natuurlijk ook gewoon rij. En ik draag ook gewoon rond de baan. Alleen dan zonder zadel. En dat snapt ze allemaal heel goed. En dan ben ik bang dat ze het misschien niet helemaal snapt op het moment dat er een zadel tussen zit. Of dat dat misschien een andere drukverdeling geeft en dat ze daar spanning van krijgt. Ze heeft natuurlijk best wel een bijzondere rug, want ze heeft die bult op de schoft. Weet je nou niet helemaal waar het over gaat, dan kan je een paar vlogs terugkijken. Maar in het kort, ze heeft daar een bult zitten, die had ze al dat ik haar heb gekocht. En dat is een scheurtje in een spier die volloopt met vocht. Het is niet een hele grote bult, maar hij is vrij geleidelijk aan de zijkant van de schoft en ik ben bang dat net het zadel daar opvalt. Donderdag heb ik weer een nieuwe afspraak met de dierenarts. Ze is al een keer eerder naar de dierenarts voor diagnose geweest en voor een behandelplan. Behandelplan hebben we ook gedaan, dat kan je allemaal zien in de vlogs hiervoor. Nog niet met het gewenste resultaat, maar ze heeft er geen last van, ze heeft er geen pijn aan. Dus we gaan wel een zadel aanmeten vandaag, want ja, het loopt toevallig gewoon zo. Om afspraken te maken met iedereen is gewoon heel erg lastig en ik ben deze week een week vrij, dus eindelijk kan ik ook door de week allemaal afspraken maken. Dus we gaan sowieso een zadel aanpassen vandaag. Vandaag is maandag en dan hebben we donderdag de dierenarts voor controle en eventueel een nieuw behandelplan. Of niet, ligt eraan, weet ik niet. Dus het wordt wel echt een spannende week. Ik merk gewoon dat ik daar best wel spanning van heb. Maar het komt goed, Saar komt zo meteen. Ik ga brood maken, ik ben veel te lang aan het praten, super saai voor jullie. En we gaan naar stal. Oké, tot zo. Zou leuk zijn. Nou, wij hebben ondertussen een fotoshoot met baby Flo, die stiekem elke keer uit de stal loopt. En zometeen komt Dana het zadel aanpassen, hoop ik. Of een nieuw zadel opbrengen. Ik hoop het eerste. Maar zo, ze is gepoetst, ze heeft een mooie deken. Een echte prinses. Hier is de opstapkruk. En we gaan zometeen, we wachten nu op Dana, het is nu bijna 12 uur. Goed zo! Oh, nou. Even. Of ik even niet met u wil praten. Nou, het oude zadel past niet. Yay. Verrassing. Joepie. Hij is echt veel te smal. Dus we gaan nu kijken naar een ander zadel. Naar een Bates en een Tribal. Tribal, ja. Ja. Dus daar ben ik allebei wel heel van gecharmeerd. Ziet mooie zadels, dus ik ben heel benieuwd. Dan gaan we zo meteen naar de logeerkraal. Joepie. Hoi. Nou, daar gaan we. Met de zadel. Ga maar een liedje zingen. Het is meteen een sportpony. Ja, echt hè? Hiervoor was het echt een bospony in mijn hoofd. Ja. Ik vind het niet echt een bokker. Nee, het is meer... Ze is meer van het rennen. Ja.
Scheid leven, hè? Ben je weer hier? Ze let er niet eens op. Oh ja, de bakroller. Flo is het hier niet mee eens. Het moet wel in 5 minuten. Kan ik wel even heel hard aan trekken. Ja, denk ze. Meestal kan het wel. En hoe voelt het? Wel gek om erop te zitten met een zadel, hoor. Kan je alweer ademhalen? Ja, ik kan alweer ademhalen. Het voelt allemaal oké. Ik denk dat we lekker naar binnen gaan voor een drankje. Ja, lijkt me ook wel lekker. Wil je er dan weer even opnieuw op of blijf je zitten? Nee, ik blijf zitten. Oké, nou gaat u maar dan. Echt, hè? Alsof ze nooit anders doen. Ik vind het super chic. Nou, het lijkt er wel op. Hoeveel dagen tot je eerste galopje? Nee, wacht maar even tot donderdag, jij. Ja, is open. Nou, dit heb ik even netjes opgeruimd. Hey, mijn Flootje. Ja, kijk. Goed zo. Kijk, zie mij zie. Ben je hem dichterder? Ja, kan. Klinkt als hoeft niet. Zo.
Het is echt wel een leuke merrie. Ik denk dat eerder het rust en de wachtoefeningen en zo, dat veel lastiger wordt dan... Van het voorwaarts. Dan het gangenwerk en schakelen en zo. Dat gaat dan allemaal heel makkelijk eigenlijk. Ja. Zelfs zo, hè? Ja. Ze hebben zoveel veer. Nou, dan vertel ik eventjes hier snel wat bij. Dit is dus voor de allereerste keer dat ik met Flo onder het zadel aan het draven ben. Überhaupt dat ze een zadel op heeft. Ik heb haar ingereden zonder zadel en met een bareback pad. Dat is natuurlijk ontzettend anders dan dat je echt een zadel erop hebt. Zoals je ziet zitten er nog wat gekke dingetjes tussen. Af en toe vindt ze de deur een beetje gek. Ze schudt een beetje met haar hoofd. Ze moet een beetje briesen. Maar ja, vergeet niet dat eigenlijk, als ik er goed en wel 10 keer op heb gezeten, is het heel veel. Hè? En dan zonder zadel. Dus ik kan ook niet echt gas geven. Geen beugels. Dus het is voor het eerst dat ik aan het lichtrijden ben en dat ze eigenlijk zo helemaal door de bak heen gaat. Ik ben echt super trots op haar. Maar dat we af en toe maar een beetje naar links en naar rechts schieten, dat moet je dan maar even voor lief nemen. Dan doen we zometeen ook nog een klein stukje van hand veranderen en dan doen we de andere kant op. En dan gaan we over op het andere zadel. Dit is namelijk de Bates. Deze is nog helemaal aanpasbaar. Maar in deze of in dit zadel zit ik nogal een beetje moeilijk. Misschien kan je het ook wel een beetje zien dat ik een beetje moeite heb met mijn benen stilhouden, met zelf stilzitten. Ik dacht in eerste instantie, weet je, misschien, ja, het is ook een deel spanning van mij. De deur is een beetje spannend. Het is ook een deel spanning van mij en van haar natuurlijk, hè, eerste paar rondjes. Maar het voelde voor mij toch nog niet helemaal zoals ik het wilde. En dan gaan jullie zo meteen de tribal zien en dan kan je het verschil zien. Dat vind ik het ook helemaal prima. Ik vind het heel goed dat je het gewoon even checkt. Maar hij deed gewoon zijn buik uitzetten hoor. Tijdens een bochtje, fijn voor jou. Ja, hij ging even in de staak en toen deed hij zo poef. Toen hoorde ik zo pak. Toen dacht ik. Poef. Ja, zitten nog steeds geen veters aan. Heb ze expres gedaan, hè, Flo? Gewoon zonder veters gekocht. Zit je lekker? Ja. Je zit ook gewoon te knagen. Ja, gewoon een hapje laars. Maar hij is ook die andere 16,5 inch, dit is een 17. Ja. Ja, er zitten ook andere wrongen op. Ja, vooraan met de wrongen heb ik ook het idee. En ik kan mijn been wat makkelijker lang houden in dit zadel. Oké. Ja. Want het voelt bijna alsof mijn beugels een paardje langer zijn dan ze net waren. Oké. Nou, en dan zien jullie hier dus de tribal. Je hoorde mij dus net al zeggen dat ik hem veel lekkerder vind zitten dan de andere, dan het andere zadel, dan de Bates. En hij past gewoon net even wat meer bij me. Ik moet even zelf ook wat anders gaan zitten, even voelen. Maar ik merk al meteen dat mijn beenligging wat stiller is, dat ik zelf wat makkelijker in het zadel zit. En voor mijn gevoel is Flo ook ietsje stiller in de aanleuning. Nu kan ik natuurlijk helemaal niet van haar verwachten dat ze stil is in de aanleuning, want...
ja, ze is pas net zadelmak. En ja, weet je, dat ze af en toe even met het hoofd gooit. Ja, wat maakt mij dat nou uit? Dat mag van mij. Ik ben al heel trots op hoe ze door de baan heen gaat. Maar ik heb wel het idee dat ze hierin ook wat meer schoudervrijheid heeft. Dat ze zelf wat makkelijker in de ronde beweegt. En ik vind echt, ja, ik vind het zadel bijzonder mooi met de blauwe accenten. Ik moet er natuurlijk wel een beetje om lachen, want op het moment dat ik erop zit, kan ik gewoon niet zo heel goed twee dingen tegelijk. Dus ik ben heel erg aan het concentreren op het rijden. En dan hoor ik daarna een grapje maken van, nou, dan moet je maar eens gaan kiezen welke kleur. Ik denk dat je van blauw houdt, want ik heb natuurlijk blauwe laarzen en een blauwe cap en een blauwe jas. Maar ja, ik zit nog heel serieus terug te vertellen. Nou, inderdaad, ik heb heel veel blauwe spullen. Maar ik zit helemaal niet te luisteren naar haar. Ik ben zo bezig met hoe Flow loopt. Nou ja, ik rij ook nog samen met iemand anders. Dus ik moet af en toe ook nog een beetje binnen... Oh, ja, oeps. Een beetje de binnenbaan aanhouden. En soms heb je dan te veel druk op je teugels en dan gaat je paardbeen stilstaan. Maar ze doet het echt super goed. De hoofd zit er goed op en het gas zo te zien ook. Dus geniet nog even van de beelden en dan zien we jullie zo meteen met het eindresultaat. Jij mooi op de achtergrond. Oh, zo'n flootje. Dat is wel serieus mooi. Hallo. Nou, ik ben weer Aram. Weer? Chronische conditie. Dat is echt niet normaal. Jij hebt heel veel geld gekost vandaag. Jij. Goed hè? Mag wel hè, want ik was amazing. Het was echt heel knap. Ik heb het heel goed gedaan, dus dan moet je betalen. Knap. Ja. Het kost alles. Het kost allemaal dingen. Flo denkt, betaal mij maar in wortels. Het ziet heel vies. Nee, nou we hebben een heel mooi zadel. Het is een beet. En wat was die andere ook alweer? Tribal. Die andere was helemaal verstelbaar. En volgens mij was die ook iets goedkoper. Maar ik vond hem niet lekker shit. Ja, die wil ook wat. Ja, dus de dames hier hebben met z'n allen besloten dat het dan toch de tribal moest worden. Deze dames hadden bijna of de beet. Te brengen. Ja, precies. Nou, jij wel. Jij ging veel beter met de tweede. Nee, ik had het idee dat met de tweede zadel dat ze iets meer uit zichzelf wilde lopen. En dat ze ook iets minder met haar hoofd klapperde. Ja. Ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij... Ik denk ook wel dat je misschien iets relaxter aan het rijden was. Ja, ik zat er ook zelf lekkerder in. En ik had zelf ook alweer zeg maar, de eerste 8 minuten niet adem gehaald. En daarna moest het wel weer. Je hoeft nooit. Ik was zelf net zo blauw als het randje van het zadel. Ja. Nee, maar het ging echt best wel goed. Ik ben echt heel blij. Dankjewel voor het helpen. Deze keer ben ik niet van het krukje geflikkerd. En kan ik nu tegenwoordig met een zadel rijden. Dus we moeten binnenkort maar een buitenritje doen. Cool. Lekker bij Elvis rijden. Ja. Dus dat is echt superleuk. Nou, dat gaan we binnenkort wel zien. Oké, maar jij moet weer werken, hè? Ja, ik ga weer even terug naar mijn werk. Ik hoop dat je baas geen paardenvlogs kijkt. Ik denk het niet. Misschien zijn dochter. Doei, doei. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb de kerstboom opgezet en ik heb de lampjes buiten opgehangen.
Het is pas 21 november, maar ik ben nu deze week een beetje vrij. Dus zoals ik al zei eerder, heb ik nu gewoon heel veel tijd om al dat soort gekke dingen te doen. Afspraken maken, dingen in het huis. Ik vind dit altijd heel erg leuk om te doen. Dus ik denk, nou, als vandaag succes wordt, wat het was, dan ga ik ook lekker de kerstboom opzetten. Ga ik een heerlijke leuke dag van maken met mezelf. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik denk, ik zal nog eventjes afsluiten. Wat de dag allemaal heeft gebracht. Ja, vanochtend was ik super zenuwachtig voordat ik naar Flo ging. En ik heb nog nooit eerder gehad dat ik zenuwachtig was om met haar te rijden of om iets met haar te doen. Maar nu dacht ik, ja, potverdorie, wat nou als Dana komt en die zegt tegen mij, oh, met die bult op die rug, ik ga er geen zadel op leggen, dat is niet oké. Dacht ik, oh, en wat als? Ja, dan ga je echt worst case scenario. En ik heb ook nog een paar keer gedacht, oh ja, wat nou als ze wel last heeft en ik heb het nu niet gemerkt en dan ga ik nu in één keer met een zadel op die bult zitten en eigenlijk heeft ze er misschien wel meer last van en dan gaat ze misschien, hè, dan heeft ze misschien pijn en dat wil ik niet. Achteraf had ik dat dus nog aan Dana gevraagd en die zei tegen mij, ja, maar als je er zonder zadel op zit, heb je toch veel meer piekdruk daar, dan zit je echt op de schoft. Ze zegt nu, die hele bult die valt zeg maar net op het randje van je kussen. Ze zegt dus dat zou ze in principe niet moeten voelen. Toen dacht ik, oh, oké. Nou, dus dat gaf iets meer geruststelling. Toen zijn we eerst naar de longeerkamer gegaan. Want ik wilde eerst eventjes kijken hoe ze zou reageren op het zadel. En ging eigenlijk, ze vond het helemaal prima. Ze was eerder bang voor iets wat in de hoek stond. Dus ik heb er echt 2-3 minuutjes gelongeerd. Heeft ze een paar bokjes gegeven. En toen dachten we, nou oké, laten we dan maar, laat ik er dan maar op gaan zitten. Dus dat was wel grappig, want Dana die kwam naar binnen en Saar kwam naar binnen en die hadden allemaal zoiets van, ja, zal ik haar vasthouden en met je lijntje eromheen. En toen zei ik, nee, ik wil zelf opstappen, helemaal los, niemand moet me vasthouden, want ik wil gewoon samen met haar die connectie hebben. Ik wil op haar kunnen focussen en zij op mij, Flootje. Het ging eigenlijk super goed, dus ik ben opgestapt, ik heb eerst een beetje gewiebeld aan het zadel, eerst even blijven hangen, zodat ze snapt dat er dus, ja, dat ik een beugel heb en dat ik daar dus in ga staan, want dat kent ze helemaal niet. Nou ja, ze dacht echt, meid, fine by me. Dus ik zat erop, toen heb ik 1 rondje gestapt in de longeerkraal. Toen voelde het allemaal prima en toen zei ik eigenlijk van, joh, die longeerkraal is zo slecht en ik wil niet dat ze struikelt. En ik vind het ook niet fijn voor de pezen, dat ze door die vieze baan heen moet. Weet je, dat zuigt toch best wel. Dus toen zijn we naar binnen gegaan. Toen ben ik in de baan gaan rijden en in het begin waren we met een Bates zadel. Ja, in het begin was een Bates, super mooi zadel. Alleen ik had zelf heel erg het gevoel dat ik daar niet heel lekker in kon zitten. Maar ik was natuurlijk ook best wel een beetje gespannen, want ja, hoe gaat zij reageren? Met het wegdraven, licht rijden, heb ik ook nooit gedaan. Dus ja, voor hetzelfde geld denk ik echt, what the fuck. Nou, dat was allemaal prima, maar ik kon er zelf niet echt heel lekker in zitten. Ik had het gevoel dat ik, het klinkt een beetje gek, maar alsof ik er spierpijn van zou krijgen. Terwijl ik best wel veel paarden rijd en al heel lang rijd, dus ik heb nooit meer spierpijn van rijden. En nu dacht ik opeens, oh, ik krijg hier morgen wel spierpijn van, denk ik. Toen dacht ik, oh, dat is misschien niet het zadel wat bij mij past. Wel jammer, want het was wel een heel makkelijk aanpasbaar zadel. Maar ja, als je er zelf niet lekker in zit, dan kan je hem mooi aanpassen, maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. En daarna hebben we een tribal gepast, super mooi met van die blauwe accenten. Nou ja, Dana die zei al, nou, dat vind je vast niet mooi, want ik heb natuurlijk een blauwe cap en blauwe laarzen. Ik vind dat super mooi. Toen dacht ik, oh ja, dit zit helemaal. En ik ging erin zitten en toen dacht ik meteen, oh, ja, dit zit lekker. Dit is helemaal fout, want ik weet dat dit een nieuw zadel is, helemaal van leer, dus hij is super duur. Maar ja, en niet aanpasbaar. Ja, wel de kussens en zo, maar in principe kan er niet een ander kopijzer in. Ik dacht, ai, maar ja, weet je, ik zat er zelf heel fijn in. En je zal ook zien in de filmpjes, of je hebt net kunnen zien in de filmpjes, dat Flo, natuurlijk heeft ze nog een beetje een aanleuningsprobleempje. Want ja, af en toe gooit ze even met haar hoofd. En ze vindt dat natuurlijk super moeilijk om vanaf de achterkant naar de voorkant te lopen, naar dit. Maar nu had ze, in het eerste zadel vond ik, ja, ook natuurlijk misschien iets meer spanning, omdat het net allemaal gebeurde. Maar ze had ook iets meer dat ze klapperde met haar hoofd en ik zat een beetje achter de beweging voor mijn gevoel. En bij dat tweede zadel
had ik het veel minder. Toen kon ik veel fijner meezitten. Ik voelde mezelf wat meer zeker. En toen dacht ik, nou, dit is echt beter. Nou, gelukkig wilde Dana mijn oude zadel nog inruilen, dus dat is heel fijn. Ik heb een mooie single bij gekregen. En dan uiteraard nog beugels en beugelriemen, alles en hop eraan, alles erbij gekocht. Dus nu, ja, ben ik gewoon klaar. Nu heb ik een zadel, alles. In principe heeft ze alles. Dus ja, nu is het alleen een kwestie van gewoon gaan rijden. Ik vind het super gaaf. Donderdag komt de dierenarts nog, maar Dana zei ook, maak je niet druk. Ik heb bijna geen één paard gezien wat zo fijn al kan lopen. Wat zo kort onder het zadel is. Als ze ergens last van heeft, dan zal ze dat heus aan je laten zien. En dat laat ze nu helemaal niet zien, weet je. En wat er ook uitkomt, je weet dus dat je ermee kan rijden. Je weet dat je er geen zeer doet. Ze is niet onregelmatig. Ze heeft geen zingelnijd. Als je erop gaat zitten, doet ze niks. Ze geeft helemaal geen spanning. Misschien is het een schoonheidsfoutje. Maar ja, hoe belangrijk is het? En toen dacht ik, ja, dat is wel waar. Dus ik ga met een iets geruster gevoel donderdag naar de dierenarts. En dan, als al die APK'tjes goed zijn, dan ga ik, als het goed is dit weekend, voor het eerst buiten rijden met haar. Dat vind ik super spannend. Ik vind het heel leuk, maar ook heel spannend. Dus dan hebben we in één keer alles gedaan. In één week, nieuw zadel, dierenarts erbij. En dan in één keer buiten rijden. En dan neem ik jullie uiteraard ook weer mee. Dan zijn we gewoon helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Ik vind het zo gaaf. Ze is zo lief. Ik ben zo oprecht gelukkig met dit paard. Echt oprecht ga ik elke dag met plezier naar haar toe. En dat vind ik zo bijzonder. Genoeg sentimenteel gedoe. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En hopelijk is de volgende keer dat de dierenarts zegt dat alles goed gaat. En dat we lekker op buitenrit gaan. Oké, doei doei!